Martijn van Lopencoach hier. Dat gebeurt gelukkig niet vaak op je Mac, maar het kan voorkomen dat een programma niet reageert. En wat doe je op zo'n moment? In deze video drie opties. We openen Safari hier even. En we gaan gewoon doen alsof dit is vastgelopen. Het is tegenwoordig eigenlijk niet eens zo makkelijk op een moderne Mac om het echt vast te laten lopen. Dus we doen het gewoon even zo. Als Safari wel vastgelopen was, dan kunnen we op het Apple logo klikken linksboven. En dan op forceer stop. En je zie je een lijstje met je open programma's. En hier staat dan mogelijk al achter: reageert niet als een programma echt is vastgelopen. Klik op het programma dat je wilt afsluiten. Dat is hier voor ons Safari. En dan op Forceer stop. Bevestigen, En safari wordt geforceerd afgesloten. En je wilt het overigens alleen maar toepassen wanneer het nodig is. Normaal is het beter een programma gewoon af te sluiten. Want op deze manier verlies je mogelijk gegevens als je aan het werk was in zo'n programma. In ieder geval, dit was dus één methode. En we zullen safari weer openen. En dat ga ik nu steeds doen na het afsluiten. Een variatie hierop is het venster te openen via je toetsenbord. Het is een beetje de control alt delete van de Mac, maar handig als je muis soms ook niet meer reageert. Dus we doen dit even weg. En nu. Je houdt de Option-toets ingedrukt op je toetsenbord. Dan druk je ook je Command-toets in. En dan met die twee toetsen ingedrukt druk je op Escape. Dan kan je alles weer loslaten. En dit opent dus hetzelfde venster en hier met de cursortoetsen, dat zijn de pijltjes op je toetsenbord, kun je dus door de programma's bladeren. Als je geen hebt die je wilt afsluiten, druk je op enter. Bevestig ook weer met enter. En het wordt weer afgesloten. Een andere methode, die iets simpeler is, maar niet altijd lukt als een programma helemaal vastgelopen is, houdt Ctrl ingedrukt op je toetsenbord en klik op het programma in het Dock. Of in plaats van Ctrl kun je ook je rechtermuisknop gebruiken. En je ziet nu een aantal opties, waaronder Stop. Wanneer je nu Option ingedrukt houdt, zie je die optie veranderen in Forceer Stop. Klikken we dit aan, sluit het Safari dus weer Forceerd af. En dan de laatste optie. En deze is vooral geschikt als het een programma is wat niet in je doc staat, bijvoorbeeld. Dus misschien in je menubalk alleen. En die verschijnen niet altijd bij die eerste optie. En voor deze moeten we eerst het programma Activiteitenweergave openen. Dus bijvoorbeeld via Launchpad. En dan hier bij Andere staat Activiteitenweergave. Oké. Okay. En dit laat je echt van alles zien. Hier kunnen we hele aparte video's over doen ook. Maar hier rechtsboven zoeken we Safari. En dan kan het zijn dat je verschillende resultaten ziet. En je wil in dat geval waarschijnlijk degene hebben waar gewoon het icoon van Safari naast staat. Dan moeten we Safari wel weer even opstarten, natuurlijk. Uh, open opnieuw. We hebben hier de activiteitenweergave nu weer voor ons, en Safari aanstaan. Je ziet hier dus inderdaad Safari met het icoontje van Safari ernaast. Die klikken we aan, en nu klik je op het kruisje hierbovenin. En Geforceerd stoppen. Ook dit stopt Safari geforceerd. Als dit ook nog niet zou werken, kun je nog dingen via de terminal proberen, maar Hiermee heb je de belangrijkste methodes om een app geforceerd te stoppen op je Mac.